Hey, hallo allemaal, van harte welkom bij weer een nieuwe video. Ik ben Joyce Tresor, welkom op mijn kanaal. Ik wil jullie heel graag een kleine journal laten zien. Ik ben laatst benaderd door Kiati, een meisje uit India. Zij is 17 jaar en heeft een hele gave Etsy shop. En zij heeft me gevraagd of ik haar designteam lid wilde worden. Nou heb ik het natuurlijk al ontzettend druk met andere designteam team dingetjes. En mijn YouTube-kanaal en de 100 dagen. Maar ik heb haar toegezegd om 3 maanden, 1 keer per maand iets te maken. En daar was ze super blij mee. En natuurlijk doe ik dat ook wel heel erg graag. Maar ja, ik wil ook wel graag de tijd hebben om er echt iets tofs van te maken. Dus dit was een hele goede deal. Haar Etsy-shop heet Paperomia. Een hele mooie shop. Ze heeft veel voor junk journalen. En ik heb het pastel mauve pakketje gekozen. Het is een 12 pagina's A4 pagina's tellend pakketje. Het kost €3,55. En daarin zitten de paarse tinten. En deze past perfect bij de Victorian Dreams. Die ik natuurlijk van Janine Hel heb. En daarmee gecombineerd heb ik dus een journal gemaakt. En het is heel grappig. Ik heb het journal in 1 avondje in elkaar gezet. Het was echt met de spulletjes die ik nog had liggen. De restjes van de Victorian Dreams. Een paar stempels en de afbeeldingen uit het pakketje Pastel Mauve. Was het eigenlijk een eitje om een tof journal te maken. Ze heeft trouwens ook wat heel erg leuk is misschien voor jullie. Een Junk Journal Creators Facebook groep. Dus dat zal ik linken ook onder in de beschrijving van deze video. Tevens natuurlijk ook de Etsy shop van Kiati en het pakketje wat ik heb uitgekozen. Zij plaatst op die Facebook groep elke zondag een freebie. Dus als jij een printer hebt en ook gek bent op junk journalen, zeker een aanrader om lid te worden van haar groep Junk Journal Creators op Facebook. En dan kun je dus gratis genieten vanaf elke zondag een freebie uit haar shop. Dus dan kan je ook meteen zien hoe mooi haar printables zijn en ja, dan kan je dat eerst ervaren voordat je er misschien eentje aanschaft. Dit journal heb ik gemaakt van een papieren tasje. Dus de cover is een papieren tasje. Die heb ik gerild door om er dan een rug in te maken. En verder dichtgestikt. Dus de kaft heeft ook nog pockets. Dus dit is de ingang van de zak. En op de voorkant heb ik de eerste printable van Kiati, gebruikt. Ik heb ze geprint in 50%, want het is eigenlijk dus gewoon een grote A4. Maar ik heb op 50% geprint en ik heb ze op heel klein geprint, 4x6, om mijn journal ook te embellishen. Achtergrond is dus beplakt met eigen papier, een stuk karton. Hier hebben we een stempel van de Victorian Dreams en ik heb er knoopjes en kant steeds in terug laten komen, ook op de rug. Heb ik het kant gebruikt. En hier heb ik zo'n klein plaatje van 4x6. Dus ook een van de afbeeldingen van het setje. Van de pastel mauve. Hier aan de binnenkant heb ik een van de printables gebruikt als pocket. Dus daar heb ik leuke labeltjes in gestoken. Verder heb ik de inkten van de Victorian Dreams gebruikt. En die af en toe erop geveegd om nog wat extra van die mooie mauve kleur terug te laten komen. Ook de washi tape uit de Victorian Dreams van Janine heb ik gebruikt. En verder allerlei kant. Dus ik heb eigenlijk eerst een verzameling gemaakt van dingetjes die ik nog had liggen. Die pasten bij dit prachtige afbeeldingen, bij dit prachtige papier. En daarna was het eigenlijk een eitje. Hier heb ik een van de kleinere plaatjes als stukspot opgeplakt. En sommige pagina's met een mooie stempel. Ook van de pioenroos, want de afbeeldingen in deze set zijn paars pioenrozen. Nou, deze had ik nog liggen, ook samen met deze tekst die ik ooit in een Happy Mail heb gekregen. En weer de, hoe noemt dat? Bingo schijfjes uit het stempelset van Janine. Hier heb ik een van de pagina's als journal spot opgeplakt. Het is een stuk washi tape en een mooie vlinder eraan. Dit zijn 2 zakjes die ik aan elkaar heb gestikt met een stuk stof. En daarin heb ik een pocket gemaakt van de pagina's van Kiati. En klein
journalkaartje, een labeltje en hier ook nog een leuk kaartje. Leuk in laagjes in de pocket gestoken. Nou ja, de envelope of de zakjes zelf kunnen ook nog gevuld worden. En hier heb ik met kant de pockets, zeg maar de blok van het zakje heb ik gebruikt ook weer als pocket. En hier een mooie afbeelding uitgescheurd, ook van de pastel mauve setje. Hier heb ik een bloem uitgeknipt uit het geheel, een mooie wakzegel van Janine en weer zo'n pioenroos stempel. Een mini kaartje ter decoratie en hier heb ik weer met de inkt van Victorian Dreams gewerkt. Hier heb ik een mooie bloem weer uitgeknipt en dit zakje heb ik laatst gekregen van Willy. Willy had mij een verrassingshappy mail gestuurd en daarin zaten een paar hele leuke dingetjes die ik ook in deze journal heb verstopt. Dus ja, verwerkt eigenlijk. Zoals ook deze mooie envelop die ze gemaakt heeft van behangerspapier. Daarop heb ik weer een mooie bloem uitgeknipt van het pastel mauve setje. Hier weer een hele mooie kaart om de envelop, dat vastgeplakte, mooi weg te werken. En hier kan dus van alles in. Die heeft Willy voor me gemaakt, superleuk om dat te kunnen gebruiken. Nou, weer een eenvoudigere pagina waar je nog eventueel zelf later wat mee kan doen. Hier weer een journalkaart gemaakt, ook van dat mooie papier. Daarop heb ik een washi tape sticker van een meisje, een postzegeltje en een roosje geplakt. Hier op de kantes pocket nog van Janine wat elementjes geplakt. Hier weer een mooi plaatje van de pastel mauve set met daarachter een doily. Een simpele stempel. Deze ook. En hier ook met de inkt weer wat bewerkt. Hier heb ik ook weer een tukspot gemaakt van zo'n klein plaatje. Dat washi tape met die pioenrozen was natuurlijk fantastisch erbij. Hier heb ik weer een journalkaart om op te schrijven met washi tape geplakt. Af en toe dus ook een leuk lintje wat ik nog had in het paars. Of een ruffellintje in dit geval. Langs de randen geplakt. Ja, die afbeeldingen van Kiati zijn natuurlijk al eigenlijk uit zichzelf heel erg mooi. Dus als je daar een pagina mee vult, gewoon ter decoratie een paar kleine elementjes erbij. En je hebt een hele gave pagina. Hier heb ik weer de stempels van Janine de pioenrozen gebruikt. Dit is een theezakje, dus daar kan nog wat in. En die heb ik beplakt met restjes papier van het pastel mauve set. Hier weer een geruffeld lintje opgestikt. Hier met de grote paperclip weer een van de mooie afbeeldingen gebruikt. Die zijn dus op 50% geprint. En hier weer een klein tukspot met een kaartje van 4 bij 6. Met weer een restje kant erlangs. De stempeltjes. Stempeltjes van de pioenroos. Hier weer een mooie journalkaart. Die ik weer heel klein beetje in de hoek versierd heb. De postzegel waar wat groen in zit. Een heel mooi klein plaatje die ik ooit in een Happy Mail heb gekregen. En een simpel stoffen roosje die qua kleur weer prachtig past bij, bij de pioenrozen afbeelding. En hier heb ik weer pioenrozen gestempeld langs de rand. Dan hebben we hier weer een eenvoudige pagina waar je op kunt schrijven. Die ik hier in de hoek met een heel klein plaatje van 4x6 heb beplakt. En hier heb ik hem tot tukspot geplakt. Dus alleen langs de twee zijden. Dan hebben we hier nog weer een tukspot van zo'n klein plaatje. En dat was het. Ja, hier nog de stempeltjes. En dan op de achterzijde had ik nog één hele mooie grote afbeelding over uit het set. En die heb ik hierachter gebruikt. Dus ik heb 12 verschillende afbeeldingen. Die ik dus hierin heb gebruikt op 50% geprint. En ik heb ze alle 12 dus als kleintje om te embellishen of als tukspot op te plakken, geprint en gebruikt. En zo had ik dus in een avondje knippen, plakken, een leuke journal. En ja, die wilde ik jullie heel graag laten zien. Ik hoop dat jullie allemaal nieuwsgierig zijn geworden naar de Etsy shop van Kiati. En zeker ook de
Facebookgroep een echte aanrader. Daarin zul je ook van andere mensen die designteamlid zijn geworden, van haar meer mooie voorbeelden kunnen zien. Misschien raak je erdoor in geïnspireerd. Ik zou zeggen, neem een kijkje en dankjewel voor het kijken. Tot de volgende keer. Doei doei!